Jongens, let's go, let's go. Oké, jongens, let's go. Oké, werkt het? Dat werkt. Oké. We moeten het vuurtje aan blijven maken totdat de doos weg is zometeen. Het is je... Wat? Het is mijn wat? Nee, niks. Het is mijn wat, Mitchell? Mitchell, het is mijn wat. Wat is het, Mitchell? Mitchell! Ach, de gasbom is erbij. Mitchell! Like deze video binnen 5 seconden als je deze keukenrol wilt hebben. Ik kom het persoonlijk langsbrengen en ik geef je een knuffel. Dus like. Koud? Ja. Oh, ik ben gemaakt van staal, man. Yo guys, Joppie hier, ik ben de Tuber. Ik sta hier samen met keukenrol. Oh, oké. En met Mitchell, kom. Mitchell, speciale challenge. Like de video als je wilt dat wij jou persoonlijk komen opzoeken en naar een pretpark gaan. Gaan we naar welke pretpark gaan we? We gaan naar Jeonland. Dat is een navel waar je in kunt glijden en dan kom je er via billen weer uit. Jongens en meisjes, speciale challenge. Elke keer 2 dozen. Mitchell bepaalt wat erin gaat. Ik moet 1 van de 2 slopen. Heb ik pech? Zit er iets waardevols in? Heb ik geluk? Zit er? Ja. Ik hoop iets niet waardevols in, I guess. Anders maak ik de pineut en ben ik sowieso iets kwijt. Ja. Mitchell, ik heb hem de toestemming gegeven, by the way, voordat jullie boos worden op Mitchell. Ik heb hem de toestemming gegeven om alles uit mijn huis te gaan gebruiken. Oh, en je gaat huilen daarvoor. Ik hoop dat dat niet het geval is, dat ik niet hoef te huilen. We zullen het zien. Het mag dus alles zijn vanaf bijvoorbeeld mijn huissleutel tot aan mijn cavia. Heb je een cavia? Die ik niet meer heb, want June dacht dat het... Oh, jee. Vervelend. Het kan gebeuren. Like de video dus en wens me wat geluk in de comments. En Mitchell, ik zou zeggen, we hebben alle dozen daar staan. Sommige gaan we wel 2 keer gebruiken, dus dan zie je er niet doorheen. Maar dan zie je wel dat er bijvoorbeeld eerder in gestoken is. Want ja, er gaat gestoken worden. Ja. En gebrand. Vandaar de... Ja, het wordt heftig, denk ik. Even een likeje doen en ook abonneren op meneer V. Mitchell V. Balkje voor zijn ogen, want hij is gezocht. Zwaar gezocht crimineel. Let's go! Woesh! Oké, ik heb Job naar zijn kamer toegestuurd. Ik heb hier zijn camera die heel belangrijk is voor video's. Zijn vlogcameraatje. En een scheetkussen, want ja, dat ding kost 2 euro. Deze kost weer 1000 euro. Dus ik ga deze onder de doos doen. En dan ga ik kijken welke Job gaat kiezen. Scheetkussen leggen we in de zwarte doos. In het doosje verwerken, huppakee. Zo. Ik ga Job roepen. 6.5 hours later. Heeft iemand de hulp ingeschakeld? Van NinjaTuber. Oké. Oké, dus hier liggen allebei items onder. Ja. Oké. En wat ligt eronder? Ja. Ja. Oké, maar laat ik het zo zeggen. In 1 doos zit zeker iets wat mij niet boeit. En in eentje zit er iets wat mij waardevol is. Ja, wie weet, je ziet het zo wel als je gestoken hebt. Oké, ik ga met mijn hele gevoelsmatigheid ga ik erboven hangen. En ga ik kijken welke ik in ieder geval niet moet steken. Ik voel niks, je moet me helpen. Ik heb echt geen idee. Oké. Ine. Mine, ik ga voor jou! Waarom hoorde ik alsof ik het steen raakte? Nee, Mitchell, ben ik ergens doorheen gegaan? Oh nee, wacht, bro. Ik ben sowieso ergens doorheen gegaan, want ik hoorde... Hoe voelt het aan? Ja, bro, wat is het? Ja, voelt het alsof je hem gewoon op steen... Het voelt alsof ik ergens doorheen ga. Het voelt alsof ik iets kapot aan het maken ben. Ah, joh. Oh! Hij doet het ook nog! Maar wat? Wat ligt er onder die? Wat als ik die had gepakt? Ja, een nieuwe vlogcamera. Ik heb die nog ineens 1 jaar. Bijna 1000 euro weg. Kans was 50-50. Oh, je gaat ook echt dit soort praktijken gooien. Ja, ik heb hem beloofd dat hij alles mocht doen, dus dit is echt zijn vrije moment. Oké. Maar je hebt de goede keuze gemaakt, ik ben trots. Ik hoop dat ik dat blijf doen vandaag. Oké, let's go! Ah. Ik ga weer naar boven, Mitchell. Ik zie je zo wel weer. Roep me maar als je klaar bent. Is goed. Oké. Ik heb nog steeds de 2zelfde doosjes. Deze is natuurlijk kapot. Nutella. Vindt Job hartstikke lekker op brood. Elke ochtend neemt hij een boterham met Nutella. Dan kan je in de winkel zo een nieuwe kopen. Maar een dagboek met jouw herinneringen erin, dat kan niet. Dus die gooien we hierin. En Pokémon kaarten. 2 dozen vol met Pokémon kaarten. Die gaan we in de gouden kooien. Gooien. Waarom? Ik weet niet of het zo gaat passen. We gaan hem in de gouden gooien. Job heeft net natuurlijk de zwarte gepakt, dus hij denkt nu, oh, onder het gouden zit nu het minst erger. Ik ga mijn falen. Job! Ik luisterde de hele tijd muziek, dus Mitchell hoorde ik niet. Hij moest me halen. 5 minuten later. Sorry jongens, ik luisterde de muziek, want ik wou er zeker van zijn dat ik niks hoorde, want ik kreeg net bijna wat mee, dus ik deed snel mijn oortjes in. Oké, dezelfde weer. Dezelfde dozen. Ah, kijk, luister. Dit is omgekeerde psychologie, noemen ze dat. Ik ga er nu vanuit dat hij ervan uitgaat dat ik nu deze pak. Maar juist daarom ga ik ervan uit, omdat hij ervan uitgaat dat ik daarvan uitga, dat ik misschien die moet pakken. Ja, wat ga je nu doen? Waarom beweegt hij, Mitchell?
Ik heb hier cavia die... Maar cavia? Oké, weet je, het wordt anders een veel te lange video. Job, hou je concentratie bij één. Jij bent mijn wiskundeleraar. Dit, Job. Was dit slim, joh? Was dit slim? Ik denk dat ik ernaast heb gedaan, dus ik moet het nu sowieso nog een keer doen. Niet nog een keer. Kom mee, kom mee. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Oh my. Zit hier? Ja. Oké, nog één keer. Ik ben in het midden, hè? Oh shit. Mitchell? Oh shit. Mitchell. Je hebt in ieder geval iets over. Mitchell! Nee! Ja. Nee! Nee! Ja. Nee! Nee! Nu kan iedereen mijn geheimen lezen! Nee! Wat lees ik hier nou? Dat was een ongelukkige kus die ik gaf aan hem. Jeyoon? Oké, volgende. Ik ga muziek luisteren. A few inches later. Oké, ik heb hier duct tape en een doos en een schaar. Waarom heb ik een duct tape gepakt? Waarom heb ik een duct tape rol gepakt? Ballen uit een ballenbak. Heeft die jongen helemaal niks aan. Maakt niet uit of hij dit sloopt. Maar het andere onderdeel wat we hebben, daar ligt de schaar bovenop. Select. Alle ballen zitten erin. Ik ga hem dicht doen en ik ga er een tapeje overheen doen. Zodat hij dicht blijft. Zijn laptop, jongens. Joh! Ja, dus. Ik dacht, Mitchell, we hebben het samurai gedeelte gehad. Ik heb hier een half werkende gasbrander met keukenpapier. Wat denk je dat, ja. Wat denk je dat? Ik weet niet eens welke vraag ik moet stellen. By the way, doe dit soort onzin nooit, zegt ze, Mitchell. Nooit na, echt niet doen. Oké. Ik kijk, het ding is, hij is een beetje open, maar ik kan er niet doorheen zien wat erin zit. Het is te dom. Deze doos ligt op de kop, dus daar ligt iets onder en hier zit iets in. Mijn gevoel zegt gewoon dat ik hier niet aan moet komen. Alsof je hem al een beetje open hebt gelaten in de hoop dat je mij redt ofzo. Dus deze ga ik niet kapot maken. Dit is de fouten. Ja, zie je baalt, want je weet dat hier niks in zit. En hier zit waarschijnlijk iets van mijn playbutton ofzo in. Hey. Nee, laat maar. Wat? Nee, niks. Ai, jongens, let's go. Oké, jongens, let's go. Oké, werkt het? Dat werkt. Oké. We moeten het vuurtje aan blijven maken totdat de doos weg is zometeen. Het is je... Wat? Het is mijn wat? Nee, niks. Het is mijn wat, Mitchell? Mitchell, het is mijn wat. Wat is het, Mitchell? Mitchell! Ah, de gasbrander zit erbij. Mitchell! Wat zit daar, Housewolf? En dan kies jij voor die doos en dan durf jij hem te verbranden. Knuffel er maar even mee. Ach, ik dacht dat ik hem kwijt was, Mitchell. Mijn kindje. Ja, jongens, jullie horen het, mijn kindje. Ik heb hem 9 maanden met me meegedragen en ik dacht dat ik hem kwijt zou raken. Luister, ik denk dat ik eigenlijk geen zin meer heb in deze challenge. Ik heb nog meer, hoor. Ik vind dat ik aan het einde van de video één ding van jou en één ding van mezelf in de doos mag doen en dan moet jij hem kapot maken. Want anders is het... Oké, ja, dat kan ik nog accepteren. Al met al voel ik me wel goed, desondanks wat er gebeurt. Typisch op dit, hè. Oké, jongens, meisjes, dames en heren. Ik heb hier een heel mooi roze doosje. Sorry, Soraya. En... tijdens het editen heb ik je op zijn telefoon gepakt. Als Job aan het editen is, let hij nooit op wat er omheen gebeurt. Dus die doen we in het roze doosje. En zijn playbutton, jongens. Playbutton van DutchTuber. Nou, waar hij het meeste trots op is. Voor je in die doos. Job! Oké, jongens. Je boy is terug uit zijn kamer. Ik heb Mitchell even met een theedoek boven de camera gezet. Want het begint te regenen. En ja, dat is niet erg fijn als je dingen... kapot maakt, I guess. Dus we gaan er wat leuks van maken. Mitchell heeft weer 2 dozen voor mij klaarstaan. Hier heb ik al een aantal keer ingestoken. En Mitchell zijn manier van denken kennende, heb ik zo'n gevoel dat hij niet weer iets zeldzaams gaat doen. Of iets niet zeldzaams gaat doen in de doos waar ik al ingestoken heb. Dus, oh, ik vind het lastig. Ik weet echt niet welke ik moet doen. Ik ga het denk ik maar gewoon doen als een of andere waarzegster. Dus even kijken. Dit is hem. Hier zit iets in wat mij niks uitmaakt. En hier zit waarschijnlijk iets in wat mij wel uitmaakt. Denk ik. I don't know. Het geeft mij een gevoel dat ik beter de roze doos met de strik kan slopen in plaats van die. Oké, luister. Ik ben zo bang. Maar dit zijn kleine dozen. Dus er zit iets kleins in. En meestal zijn de kleine dingen duurder. Oké. Ik ga er even heel sexy bij liggen. 3, 2, 1. Telefoon.
telefoon erin gedaan. Ja. Hoe heeft ze dit overleefd? Hoe heeft... Wat zit er in de andere? Mitchell! Dit is ook waar! Je hebt twee waardevolle dingen erin gedaan! Hoe zit het nog? Ik heb hem wel geraakt, want ik voelde al verzet. Dus ik denk, ik sla ergens op. Maar op wat is het? Kleine beschadiging. Mini, rechtsonder. Klein hoekje. Als ik zo meteen aan de buurt ben, Mitchell. Je bent ja, een nerd. Ik hou mijn telefoon in mijn zak. Maar zijn telefoon, die had ik ook niet nodig. Eindelijk is het aan mij de beurt. Ik heb Mitchell naar boven toe gestuurd. Ik heb oortjes bij hem ingedaan. Hij is lekker muziek aan het luisteren. En het ding is, ik heb hem verteld dat wanneer ik hem roep en hij beneden komt, de camera op filmen staat en hij zijn keuze direct moet maken. Ik ben heel erg slecht in toch wel een soort van liegen. Dus Mitchell gaat anders waarschijnlijk aan mij al zien welke doos hij wel en niet moet staan. En dat mag niet, want het moet even eerlijk zijn als bij mij. Mijn iPhone was bijna kapot, dus ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Ik geef Mitchell de open keus. Hamer, zwaard, het vuur, wat niet echt voor herhaling vatbaar is, en een emmer met water, zodat hij misschien het idee krijgt dat er wel apparatuur aan te pas komt, want ja, daarmee maak je apparatuur kapot. En laat dat nou het geval zijn. Mitchell zijn veelgebruikte laptop. Ja, ik ga hem maar niet open doen, want ik weet niet wat ik dan tegemoet ga komen. Maar goed, ik ga wat heel erg doms doen. Like de video, alsjeblieft. En doe dit never na. Ik doe dit soort dingen normaal gesproken nooit, maar ik wil gewoon eens een keer iets spectaculairs uitproberen. En dat is anders dan in een vogelhuisje zitten. Oké, kijk. Het is als volgt. Mitchell zijn laptop gaat hierin. Dus bij deze. Vervolgens doe ik hem dicht. En in deze, jullie hebben het misschien al wel gezien, de allergrootste, ga ik zitten. Ik hoop dat Mitchell... Alsjeblieft. Oké. Mitchell, je mag komen! Wat moet ik verwachten, jongens? Oeh, deze doos is wel het meest zwaar. Laat ik de meest zware doos als eerste pakken. Met water, want die hebben we nog niet gebruikt. Oké. Is nog niet genoeg kapot. Ik pak het zwaar. Nee. Is mijn bil nat? Is mijn bil nat? Ja. Daar zit je laptop in. Bro. Oh, bro. Oh, ik heb de goede keuze. Nee, maar wou je het echt doen? Ja. Want je hebt de goede keuze. Je wou me met de zwaard neersteken. Maar ik heb het niet gedaan. Ja, omdat ik... Oké. Oh, ik hoorde dit. En ik hoor... Ik pak even het zwaard. Het kan nog meer kapot. Oh. En iets in mijn hoofd is gewoon... Mitchell, bro. Ik zou je laptop snel mee naar binnen nemen. Gewoon nu, want hij wordt nat. Bedankt voor het kijken. En... Tot de volgende keer. Abonneer op Mitchell zijn YouTube kanaal. De link zit in de beschrijving. Mijn camera wordt nat. Ik hou van jullie. Volg me op Insta. Adios. Adios. Bro, luister. Dit gaan we dus niet meer doen.